Here or there? Te diría a lo mejor cuando ganó el Madrid la séptima Copa de Europa. Yo que era aficionado al Madrid, pues lo disfruté mucho con mi familia. Het is voetbal kijken bij mijn vader. Ging voor het eerst daar naar het stadion. Kad me otac odveo na prvi trening u Kninu i tu je sve krenulo. Te diría Ronaldo, el brasileño. Para mí ha sido el mejor de todos. Mijn voetbalheld is wel Messi, denk ik. Ja. En al met de tijd dat hij doorkwam bij Barcelona. Is al het moment dat ik hem volgde en bleef volgen. En uiteindelijk is dat. Te diría mi debut en Champions con el Madrid. Que... compartió junto a Olympiacos en el Bernabéu, que tuve la suerte de hacer el gol de la victoria. Of het spelen in de Champions League. Najbolji trenutak dolaženje u Crvenu zvezdu i ulaženje u Ligu Evrope. Me gustaría conseguir la permanencia con el Granada. Kampioen van Nederland worden en overwinteren in Europa League. Budemo šampioni što se tiče da uzmemo duplu krunu i da prođemo grupnu fazu Lige Evrope. Rafa Nadal, por los valores que tiene de capacidad de sufrimiento, de entrega, de no dar nada por perdido. Michael Jordan en LeBron James. Ja, hoe zij leven voor hun sport en alles eruit te halen, de mindset die ze hebben om altijd de beste te willen zijn, inspireert mij heel erg. Novak Djokovic, da kažem, stvarno neverovatan das. La paella. Italiaanse keuken. Pečenje. I ćevapi, pečenje i ćevapi. Met mijn familie. Nou, eigenlijk tijd doorbrengen met mijn dochter. Die is nu een jaar en 7, 8 maanden. Kad god, de god dat ze met me, to mi je nešto najlepše na svetu.